Zeg Vincent, ik moet het vragen. Wat gaat er de komende weken met jou in familie gebeuren? Ik weet het niet. Ik ook niet. Nee, ik weet niet. Waar zitten we nu? Nee, ik heb... Jij zal moeten weten waar jullie zitten nu, hè? Weten, maar ik heb ook nog een restaurant, dus ik zit daar dan vaak s'avonds als familie uitgezonden wordt, zit ik in de keuken te koken. Dus dat is nogal een beetje lastig en ik heb geen tv in mijn keuken, dus ik volg het nog niet echt zo goed. Maar ik kijk in het weekend vaak zo eens een recap even, maar nog niet aangekomen. Er is nog geen verloving voor Guido? Nee. Nee, nog geen verloving voor Guido. Stefanie is nog niet zwanger? Nee, toch niet bij mij weten, nee. Ja, maar je zou het moeten weten, hè, als personage. Ja, ik heb het script nog niet gekregen, dus. Ja, maar wat je nu opgenomen hebt, bedoel ik dan? Ah, wat we nu opgenomen hebben... Moet niet zeggen, hè. Zeg jij van plan dat niet te gaan zeggen, toch niet? Ah ja, die meneer vraagt het aan mij om dat te vertellen, dus dan moet je dat toch zeggen, of niet? Nee, dat mag niet. Ik zal hem even beschermen. Hij mag niks zeggen over het scenario. Guido gaat naar Alaska, want hij wil hondensleetrainer worden. Ja. Ja, toch verklapt. Oeps. Oei. Ja, sorry. Dus Stefanie blijft achter? Alleen. Helaas. Zeg, maar wat doet jou dat nu om jouw ventje te zien kussen met Jasmijn van Hoof? Ja, ik kijk daar niet naar. Dus dat doet mij eigenlijk tot nu toe eigenlijk niks. Dat is ook niet echt. Dus op zich heb ik daar geen probleem mee. Maar ja, dat is gewoon een ding, hè. Een deel van zijn job. Jammer genoeg. Ja, dat is niet echt, net zoals het bij jullie niet echt was. En zie wat er van gekomen is. Ja, probeer niet te stoken hier. Hè. Dat is echt super lelijk. Nee, ik denk dat Jasmijn heeft ook niks aan mij, omdat Vincent toch voor mij gekozen heeft. Dus dat zou op zich geen probleem mogen geven, denk ik. Hè. Tenzij dat Vincent onbetrouwbaar zou zijn, maar daar geloof ik niet in. Dus ik vertrouw hem helemaal. Dus geen greintje vuil aan de lucht. Komt Emma terug? De volgende vraag. Daarom ga ik naar Alaska. Ik krijg het altijd zo warm als ik een interview bij je. Nee, Emma komt momenteel niet terug naar familie, nee. Momenteel? Ja, ik zeg momenteel omdat dat niet geschreven is. Emma is niet dood, dus ze zou nog altijd eens kunnen terugkomen. Maar dat is op dit moment absoluut niet aan de hand.